Welkom, beste mensen, hier bij de kerk van Ossenisse. Aan het begin van de vakantiemaanden wil ik deze keer graag beginnen met een Bijbeltekst. De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen: ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Met de zomervakantie in vooruitzicht hoor je mensen soms met een diepe zucht zeggen: daar ben ik nou echt aan toe. Even ertussenuit. Even iets anders zien en beleven. Of een keer lekker niks doen. Even niet aan corona denken. Voor vele mensen is de drukte van alle dag een vast gegeven. Velen lijden er ook aan. Ik word geleefd of mijn hoofd zit zo vol, hoor je dan. Dan is het tijd om op zoek te gaan naar het evenwicht tussen doen en rusten. Of zoals we in het Marcus-evangelie hebben gelezen: ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Rust en bezig zijn, het zijn twee kanten van dezelfde medaille. In ons doen zit de rust besloten. En ons rusten kent een actieve kant. Zowel het doen als ook het rusten hebben een spirituele betekenis. In onze christelijke traditie omschreven de kloosterlingen het met vacare Deo, vrij zijn voor God of ruimte maken voor God. Van het woord vacare is ons woord vakantie afgeleid. Dat kan vorm krijgen door bijvoorbeeld een concrete plek, thuis, in de bergen, in het bos, in de polder of hier op de zeedijk aan de Schelde. Maar dit vrij zijn is ook een innerlijk gebeuren. Door de stilte op te zoeken, maak je je bewust dat deze stilte ook in jou aanwezig is. In de stilte krijgen vele dingen een plekje en komen tot rust. En dit straalt weer uit naar je gevoel, naar je emotionele waarneming en werkt tenslotte door naar je leven van alle dag. Door ruimte te maken voor de stilte, voor God, ontstaat er ook ruimte voor jezelf en ruimte voor de ander. Met een tekst wil ik graag afsluiten. Stilte is van niemand en voor iedereen. Stilte wordt een schaarser goed. De wereld is vol decibels en verloren concentratie. Overal is drukte en lawaai om ons heen. Mensen lopen je voorbij met oordoppen in. Gesloten oren horen niet. Stilte is een weg naar de kern van ons leven. Hier mag de vraag gesteld worden
waarom we leven en voor wie. Stilte is een zegen voor wie haar toelaat, want ze geeft rust, mildert, heelt, verdiept en verbindt. Stilte is het leven zoals het je overkomt. Dat de stilte en de ontmoetingen van deze zomer gezegend mogen zijn.